Dividend beleggen, dat is waar we het in deze video over gaan hebben. Jullie weten waarschijnlijk wel dat ik me op zich niet zo heel erg richt op dividend. In ieder geval op dit moment nog niet. Ik richt me nog meer op groeiaandelen. Maar dat wil niet zeggen dat dividend beleggen geen interessante optie is. Dat is een beetje afhankelijk van het type persoon dat je bent. Waar jouw voorkeuren liggen wat betreft beleggen. Maar ook zeker in hoeverre je eigenlijk bent al richting je het einddoel, hoe ver je in je looptijd zit, want naarmate je verder tot aan je pensioen komt, zeg maar, lijkt het mij in ieder geval dat dividendbeleggen steeds interessanter wordt. En dat zijn dan ook onderwerpen die we in deze video gaan behandelen, van wat is dividendbeleggen, hoe werkt het, waar moet je op letten en uiteindelijk ook wat zijn de voor- en nadelen van dividendbeleggen. Wederom dus weer genoeg informatie, dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van passiefinkomen.nl. In deze video gaan we ons dus richten op dividendbeleggen. En laten we dan beginnen met de eerste vraag eigenlijk. Wat is dividendbeleggen? Nou, bij dividendbeleggen ga je eigenlijk de focus leggen op het dividend van een aandeel. Dat is hetgene waar je uiteindelijk het aandeel op zal gaan uitzoeken. Nou, je kunt heel veel informatie vinden over een aandeel. Maar waar je vooral op gaat focussen zijn er drie punten. Ten eerste ga je misschien kijken naar het percentage. Wat is het percentage dat het bedrijf uitkeert ten opzichte van de koers van het aandeel? En op die manier wil je waarschijnlijk een hoger percentage dat er meer wordt uitgekeerd. Dat is vaak in ieder geval voor dividendbeleggen interessanter. Je gaat ook zeker kijken naar de geschiedenis. Niet alleen van het aandeel van het bedrijf, maar zeker ook wat betreft dividendbetalingen. Hoe hebben zij de laatste kwartalen, misschien wel eens wel de laatste 10 jaar of laatste 20 jaar, hoe hebben zij daar het dividend uitgekeerd? Is dat telkens hetzelfde geweest? Is het een tijdje omhoog gegaan of ook weer ingezakt? Of zit eigenlijk al die tijd altijd maar groei in? Dat is natuurlijk heel erg interessant om dan nu een dividendaandeel te kopen, omdat je dan waarschijnlijk ook groei verwacht in de toekomst. En dat is ook het laatste punt eigenlijk. Je gaat ook kijken naar wat verwacht jij wat betreft dividend in de toekomst voor dit bedrijf. Misschien heeft het bedrijf er al iets over gezegd. Dat zijn allemaal dingen die je meeneemt om uiteindelijk een keuze te maken welk aandeel voor jou interessant is. En laat dan ook even nog kort kijken naar wat dividend dan precies is. Dividend is eigenlijk niets anders dan een winstuitkering. Wanneer het bedrijf winst maakt, kan het ervoor kiezen om de hele winst of een gedeelte daarvan uit te betalen aan haar aandeelhouders. Het is niet zo dat het verplicht is dat een bedrijf winst uitkeert. Het is puur de keuze van een bedrijf. En natuurlijk, tijdens de aandeelhoudersvergadering wordt daarover gestemd. Dus hebben aandeelhouders daar wel eigenlijk zeggenschap in. Maar het is dus zeker geen garantie. En dat een bedrijf in het verleden dus dividend heeft uitgekeerd, wil niet zeggen dat ze dat in de toekomst ook gaan doen. Aan de andere kant, het kan wel zo zijn dat wanneer er een keer een kwartaal of een jaar is, dat er geen winst wordt gemaakt, maar eigenlijk altijd wel dividend hebben uitgekeerd, dat ze ervoor kunnen kiezen om in ieder geval dividend uit te keren vanuit de reserves die ze hebben. Dat is vaak bij dividend aristocrats. Dat zijn eigenlijk bedrijven die jarenlang altijd dividend uitbetalen en ook vaak nog verhogen. Nou, die willen liefst dat patroon zo lang mogelijk in stand houden. En mocht er dus een keer een kwartaal of een jaar tegen zitten, dan kunnen ze ervoor kiezen om toch dividend uit te keren vanuit hun reserves. Om in ieder geval die groei en de dividendhistorie in stand te houden. En waarom zou je dan misschien kiezen om te gaan dividend beleggen? Nou, dat heeft eigenlijk te maken met wat we net al zeiden. Dividend is winstuitkering. Dus bedrijven die dividend uitkeren zijn bedrijven die winst maken. Het zijn dus vaak de bedrijven die in ieder geval iets gedaan hebben, iets goeds gedaan hebben, zich bewezen hebben, winst maken. En vaak ook bedrijven die al lange tijd en ook veel winst maken, die zullen ervoor kiezen om dividend uit te keren. Daarnaast zorgt het ervoor dat je eigenlijk een inkomen hebt door deze periodieke betalingen. Dividend kan bijvoorbeeld elk kwartaal of elk jaar worden uitgekeerd. Het is een beetje afhankelijk van het aandeel, het bedrijf dat je kiest. Maar op die manier kun je er wel voor zorgen dat je dus, zeker wanneer je het goed afstemt, misschien wel elke maand van een bedrijf dividend ontvangt. En dat je op die manier een inkomen hebt. En dat kan zeker interessant zijn wanneer je richting je pensioen gaat. Dat je telkens toch geld ontvangt en dat geld gebruikt om van te leven. Maar je kunt natuurlijk ook al op jonge leeftijd dividend gaan beleggen. En dat je dividend wat je dan ontvangt gebruikt om misschien nieuwe aandelen te kopen. Aandelen in hetzelfde bedrijf. Of misschien aandelen in een ander bedrijf. Die keuze is aan jou. Het is natuurlijk het leuke dat je het geld ontvangt. En dat je dan de keuze kan maken. En het is dus niet zo, zoals bij groeiaandelen, dat je eigenlijk geen dividend ontvangt. En wil je geld krijgen, dan zul je eigenlijk één van je aandelen moeten verkopen, omzetten naar geld en daar een ander aandeel van kopen. Nou, bij dividend is het zo dat je het dividend wordt toch telkens uitgekeerd. Het percentage staat trouwens niet altijd vast. Maar je kunt wel een beetje van uitgaan. En je weet dus dat er elke maand wat geld binnenkomt. En dat geld kun je dus gebruiken om nieuwe aandelen te kopen. En hoe kun je dan gaan dividend beleggen? Nou, dat kan eigenlijk op twee manieren. De eerste manier is dat je zelf de aandelen kiest. En de tweede manier is dat je gewoon een fonds of een ETF kiest.
Laten we beginnen met de eerste manier, dat je dus zelf aandelen gaat kiezen. En zoals gezegd ga je dan eigenlijk op 3 dingen letten. Je gaat dus bedrijven uitzoeken die al dividend uitkeren. En je gaat dan letten op het percentage. In ieder geval het percentage van dit moment. Het laatst bekende getal, zeg maar, wat ze hebben uitgekeerd ten opzichte van de koers op dit moment. Je gaat kijken naar hun historie. Hoe hebben zij in het verleden dividend uitgekeerd? Wat is daar eventueel het patroon in? En kun je dat toepassen op de toekomst? Wat zijn de verwachtingen rondom dit aandeel en dit dividend in de toekomst? En op basis van eigen onderzoek kun je dan bepalen of een aandeel interessant is voor jou. Of het aan jouw eisen voldoet misschien, of het bij je past. En je kunt er dan voor kiezen om dit aandeel dus... ja, los te kopen, bijvoorbeeld via een broker zoals de Giro. En heel veel informatie over dividend kun je trouwens vinden op de Nederlandse website dividendinfo.nl of naar de Amerikaanse, Engelse variant daarvan gaan, dividend.com. Als je nou niet de tijd of de kennis hebt om dit allemaal zelf uit te gaan zoeken, dan kun je ook gaan kiezen voor beleggingsfondsen of ETF's die hierin, ja, eigenlijk zich focussen op dividendaandelen. Ook in de kernselectie zitten bijvoorbeeld een paar van dit soort ETF's. Ik heb daar eerder al een video over gemaakt en een spreadsheet over gemaakt. Als je nou in die spreadsheet gaat kijken, dan kun je bijvoorbeeld gaan filteren bij het veld specifiek. En dan filter je dus op dividendaandelen. Dan zijn dit de ETF's die zich richten op dividendaandelen. Bedrijven of aandelen dus die een hoog dividendpercentage hebben. Je kunt natuurlijk ook gaan kijken naar de kosten van de ETF. En of het dividend wordt uitgekeerd of juist wordt vastgehouden. De A staat voor accumulating, oftewel het wordt vastgehouden. Misschien wil jij juist gaan voor een uitkerende ETF. En als je dan een ETF hebt gevonden die je interessant vindt, dan kun je op de link achteraan klikken en dan ga je naar de betreffende website en dan vind je nog veel meer informatie over deze ETF. Dan zie je precies welke aandelen er precies in zitten, wat de kosten zijn, alles over bedrijven, alles over de geografische spreiding en dat soort dingen. En op basis daarvan kun je vaak wel een goede keuze maken of dit fonds hetgene is wat jij zoekt. En zoals gezegd, dit gaat dan over de kernselectie van de Giro, mijn favoriete broker. En wil je nou beginnen met beleggen, bijvoorbeeld via de Giro, een link daarvan vind je trouwens onder deze video terug. Maar door gebruik te maken van de kernselectie van de Giro kun je ervoor zorgen dat je eigenlijk kosteloos dit soort fondsen of aandelen kunt kopen of verkopen als je aan een paar simpele voorwaarden voldoet. En voordat we verder gaan naar de voor- en nadelen van dividendbeleg, wil ik je vragen, vind je dit nou een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Op die manier weet ik welke video's jullie interessant vinden. Kan ik daar meer video's over maken? En YouTube zal de video eerder aanraden, dus daarmee help je ook nog het kanaal. Ben je nog geen lid trouwens van dit kanaal, maar wil je wel telkens alle video's ontvangen, een melding daarover krijgen en niks meer missen? Ik maak elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren, beleggen of passief inkomen. Klik hieronder ergens op abonneren. Klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen. En dan gaan we nu dus verder met de voordelen van dividendbeleggen. En het eerste voordeel is dat je een inkomen hebt uit je beleggingen. Als je van tevoren eens goed onderzoek hebt gedaan, dan kies je waarschijnlijk voor bedrijven die best wel voorspelbaar zijn wat betreft hun dividendbetalingen. Dus je kunt er eigenlijk best wel van uitgaan dat er elk kwartaal weer dividend wordt uitgekeerd. En ook al van tevoren vaak al weet hoeveel dat ongeveer kan zijn. Dus je kunt er best wel op vertrouwen. En het zorgt er dus voor dat je elk kwartaal dividend ontvangt. Of misschien wanneer je de juiste aandelen kiest, dat je misschien elke maand wel van een bedrijf dividend ontvangt. Waardoor je gedurende het hele jaar dus telkens een inkomen daaruit haalt. En dat kan dus misschien een manier zijn om vervolgens opnieuw te investeren of het geld te gebruiken wanneer je met pensioen bent om van te leven. En zeker wanneer je kiest voor dividend aristocrats, dan wordt het eigenlijk alleen maar betrouwbaarder. Dat zijn bedrijven die al een lange geschiedenis hebben wat betreft dividend uitbetalingen en vaak ook ieder jaar toenemen. Dus ja, als je die bedrijven kiest, heb je best wel grote zekerheid dat je telkens dus een inkomen eigenlijk daaruit ontvangt. En dat is eigenlijk ook meteen het tweede voordeel, dat het vaak gaat om gevestigde namen, grote bedrijven die, ja, bij iedereen bekend zijn. Het zijn bedrijven met een lange historie, een gevestigde naam, een stabiele vorm van inkomen. En juist daarom kunnen ze er ook voor zorgen dat ze natuurlijk om de zoveel tijd dividend uit gaan keren. En vaak zul je ook zien dat grote dividendaandelen eigenlijk vaak in sectoren zitten die minder volatiel zijn, dus die tijdens een crisis vaak niet zoveel reageren. Dat kan zijn banken, verzekeraars of de voedselindustrie. Al is het tijdens deze crisis, de coronacrisis, misschien net iets anders. En worden ook deze, of misschien juist deze sectoren hard getroffen. Laten we ook even gaan kijken naar de nadelen van dividendbeleggen. Want tot nu toe klinkt het allemaal wel heel erg positief, maar er zijn zeker ook nadelen. En de eerste daarvan is eigenlijk iets wat ik al eerder heb genoemd. Dividend is geen garantie. Het bedrijf is niet verplicht om wanneer ze winst maken dividend uit te keren. Of wanneer ze in het verleden dividend hebben uitgekeerd, dat ze ook verplicht zijn dat de komende kwartalen te doen. Dus het is geen garantie. Een bedrijf mag er dus van afwijken. Maar soms moet een bedrijf zelfs van afwijken. Kijk bijvoorbeeld naar Shell dit jaar. Vanwege deze crisis heeft Shell een keer, volgens mij sinds de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog,
verlaging doorgevoerd van het dividend. En dat doen ze natuurlijk niet omdat ze dat leuk vinden, maar omdat ze natuurlijk ja, ook zeker voor in de toekomst minder winst verwachten. En dat aangezien het om winst gaat natuurlijk, wat ze eigenlijk uitgekeerd wordt, zul je dat terugzien in het dividend. En dat wordt dus volgens mij nu zelfs tot een derde van, eigenlijk, van wat je had kunnen verwachten teruggebracht. Het kan ook zo zijn dat een juiste bedrijf eigenlijk verplicht wordt vanuit de overheid om dat te doen. Bedrijven die nu gesteund worden door de overheid, waar belastinggeld naartoe gaat, die mogen nu dus dat geld eigenlijk niet gebruiken om aandeelhouders te betalen. En hierbij kun je dus op dit moment denken aan verzekeraars, banken of vliegtuigmaatschappijen zoals Air France KLM. Een tweede nadeel is dat dividend eigenlijk een extraatje is, maar wel een extraatje dat je zelf betaalt. Het gaat er dus om wanneer een bedrijf winst maakt, dat hij een gedeelte van de winst uitkeert. Dus stel, jouw aandeel in een bedrijf vertegenwoordigt een waarde van 100 euro. En het bedrijf kiest ervoor om 20 euro als dividend uit te keren. Dan is het zo natuurlijk dat eigenlijk die 20 euro die wordt uitgekeerd, die betaal je uiteindelijk zelf. Want waar het eerst nog 100 euro waard was, gaat er nu 20 euro vanaf. Dus de koers zal dalen, want jouw stukje is nog maar 80 euro waard. Alleen waar je van tevoren alle 100 euro in het bedrijf had zitten, heb je nu nog 80 euro in dat aandeel zitten en 20 euro is uitbetaald. Dus het enige voordeel is dat je niet iets hoeft te verkopen om het geld te ontvangen. Dat gebeurt eigenlijk automatisch al in de vorm van dividend. Een derde nadeel is dat deze bedrijven die dividend uitbetalen misschien minder innoveren. Wanneer je dus eigenlijk winst uitkeert, geef je eigenlijk aan dat je geen betere manier hebt om iets te doen met dit geld. Je zou het geld namelijk ook kunnen gebruiken om een investering te doen die zich in de lange termijn eigenlijk terugverdient, die meer rendement maakt. Maar door juist te kiezen om dit geld, deze winst dus uit te keren, geef je eigenlijk aan, ik heb er geen betere methode voor. Ik heb er geen ander alternatief voor waar ik meer mee kan verdienen. Dus kan ik eigenlijk net zo goed geld uitkeren aan mijn aandeelhouders. En indirect wil het dus eigenlijk zeggen dat deze bedrijven minder kansen zien om te innoveren of te investeren in hun toekomst. En ook daar kun je weer uit afleiden hoe hoger het dividendpercentage, hoe minder een bedrijf kan investeren, hoe minder innovatief het bedrijf is. En ook hier kun je weer denken aan die banken of oliemaatschappijen die ik eerder heb benoemd. Dat zijn ja, sectoren die eigenlijk al ontwikkeld zijn. Daar zit niet veel ontwikkeling, niet vernieuwing in. Dus er valt ook niet heel veel te investeren. Ja, natuurlijk in een nieuw olieveld, maar het productieproces en het product zelf, daar verandert niets aan. Maar het geeft dus eigenlijk aan dat deze bedrijven of deze sectoren ja, niet zoveel groei kunt verwachten de komende tijd. Gaan we door naar het volgende nadeel. Dat is eigenlijk het beperkte aanbod. Want door je te gaan richten, te gaan focussen op aandelen die dividend uitkeren, sluit je eigenlijk heel veel aandelen uit. Zeker wanneer je een bepaald percentage dividend wilt ontvangen, vallen heel veel aandelen af. Dit zijn dan vaak aandelen of bedrijven die heel hard kunnen groeien, omdat er ja, nog wel te innoveren valt. Maar die zullen vaak geen dividend uitkeren, omdat de winst die ze hebben wel gebruikt kan worden om te investeren, om te innoveren. Dus wanneer je kiest voor dividendbeleggen of dividendaandelen, zeg je eigenlijk dat je meer gaat voor zekerheid. Bedrijven die dus gevestigd zijn, die een bewezen businessmodel hebben, wat al ontwikkeld is en eigenlijk gewoon winst oplevert. Alleen het nadeel daarvan is dat dividendbeleggers natuurlijk allemaal achter dit bedrijf aangaan, waardoor dit bedrijf natuurlijk heel erg populair wordt onder dividendbeleggers. En wanneer een bedrijf zoals Shell dan misschien eenmalig, of misschien ook al richting de toekomst, minder dividend zal uitkeren, wordt het ook in één keer een heel stuk minder populair. En zullen heel veel dividendbeleggers dit aandeel waarschijnlijk ook gaan verkopen. Juist omdat je eigenlijk alleen had gericht op het dividend. En wanneer daar iets aan verandert, is het eigenlijk niet meer zo interessant. En het laatste nadeel is het dividendbelasting. Wanneer dat dividend wordt uitbetaald, betaal je daar belasting over. 15% is dat volgens de Nederlandse, voor de Nederlandse aandelen. Gelukkig kun je dat alweer, de belasting die je daarover betaalt, verrekenen met je inkomstenbelasting. En zeker wanneer je dit dus wilt gebruiken als pensioen, staat er geen inkomen tegenover waarmee je deze belasting kunt verrekenen. Dus betaal je uiteindelijk 15% belasting op deze manier. En wil je dan meer informatie over de Amerikaanse aandelen en de dividendbelasting en hoe je die kunt verlagen van 30% naar 15%, heb ik eerder een video over gemaakt over het W8BEN formulier. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Dit waren natuurlijk niet alle voordelen of nadelen, maar wel de belangrijkste. Heb jij nou nog meer voor- of nadelen of ervaring met dividendbeleggen? Laat dat dan zeker weten in de reacties onder deze video, zodat we elkaar nog kunnen helpen. Dan wil ik je verder weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. En ben je nog geen lid van het kanaal, maar wil je wel meer video's zien? Ik maak elke week dus 2 video's. Dus klik hieronder op abonneren. Klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.